Matthias, Oslo of Enschede? Oslo. Winter of zomer? Zomer. Tweede worden en alles spelen of kampioen worden en op de bank zitten? Kampioen worden. Ronaldo of Messi? Messi. Wereldbeker winnen met Noorwegen of de Europa League met FC Twente? Wereldbeker met de Noorwegen. Mbappé of Haaland? Haaland. Een bal van 30 meter in de kruising schieten of een omhaal van 5 meter? Kruising schieten. Frenkie de Jong of Modric? Modric. Het thuis- of uittenue van dit seizoen? Thuis. Kyolo of Kloyo? Kyolo. Ja, we hadden het al over je naam. In Nederland zeggen we makkelijk Kyolo. Ja. Spelen soms al wel Kloyo. Ja. Hoe spreek je het echt uit? Ja, ik verstaan dat het een beetje moeilijk is, maar je zegt Kyolo. 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 En je bent dus opgegroeid in Noorwegen. Ja. Kun je wat vertellen over je jeugd? Ja, ik heb geboren in Oslo. In 27 juni 2001. Ik heb 9 jaar bij een... hier in Nederland zeg je amateurclub. En de naam van de club was Kjelsås. Ik heb daar opgegroeid, school geweest. En daar heb ik veel vrienden gemaakt en zo dingen. Die voetbal bij Kjelsås was gewoon leuk. We hebben veel memories samen gedaan. En wanneer ik nu terugzie, was het gewoon een hele mooie tijd. Hoe was het thuis? Werden je ouders gek omdat je zoveel voetbalde? In de weekend wel. Dan ging ik en mijn 6, 7, 8 vrienden op de stadion. En gewoon 6, 7, 8 uur om voetbal te spelen. En dat vinden wij gewoon alleen maar leuk. En heb je verder nog broers en zussen? Ik heb een grote zus. Mijn zus studeert los in Oslo. Oké. Okay. Ja. En daarna vertrek je naar Nederland? Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, dat was... moet gewoon een beetje gewend worden. Ik was 16, heel jong. Die eerste 3 jaar heb ik samen met de gast gezien in Eindhoven. Dat was 3 hele mooie jaren. Ik heb nog steeds contact met mijn gastgezin, dus dat was valt me goed. Heb je het moeilijk gevonden als je eigenlijk niet. Wanneer ik getekend bij PSV, heb ik gewoon één focus om dit is gewoon mijn doel en dit is wat ik wil doen. Dus dan moet je gewoon dingen te hoe zeg je dat? You have to offer something. Ja. En dat was gewoon mijn instelling in het begin. En ja, ik heb nooit gewoon mis van thuis en zo dingen. De gastgezin heeft mij veel geholpen met de auto naar de trainingen en zo dingen. En hoe was het dan voor je ouders en voor je zus en voor je vrienden? Dat denk ik een beetje moeilijker was. Die eerste keer dat ik hier in Nederland blijf en mijn moeder, vader en mijn zus weggaat naar Noorwegen, was het triest. Dat is te begrijpen. Ja. Nou, dan blijf je een aantal jaar bij PSV, dan vertrek je naar Twente. Ja. Hoe was die stap voor jou? Ja, dus, ik voel mij klaar om een nieuwe stap te maken. En ik ben heel blij dat Twente hebben interesse gemaakt. Ik heb die maand voordat ik heb getekend, heb ik samen met Jan Strouw en Ron Jans samen discussiëren met dingen zo wat zij willen met mij om die positie en zo dingen. En ja, dat valt me goed. Dat Twente was daar. En daarom heb je ook voor FC Twente gekozen? Voor die plannen die ze hadden gemaakt? Ja, sowieso. En hoe voelt het dan nu om hier te zijn? Ja, ik voel het nu voel ik gewoon prima. Ik voel het goed. Ik ben heel blij dat... ik heb eigenlijk niet verwacht dat ik al zoveel wedstrijden heb gespeeld. En
dat denk ik ook een beetje verdiend is, omdat ik heb hard gewerkt voor dat. Maar ook als ik op de bank zit, dan heb ik gewoon de focus om mijn eigen dingen te doen en de juiste dingen te doen. En dat hoop ik dat het goed gaat. Vond je het nog moeilijk om van PSV, wat je al een aantal jaar gewoon kende, wat je vaste plek was, om dan in één keer weer naar een ander team te gaan? Nee, eigenlijk niet. Ik voel mij ready om naar een andere club te gaan. Ik heb een paar opties van Denemarken en Zweden gehad. Maar ik wil gewoon in Nederland blijven, omdat ik denk dat die voetbal hier in Nederland de beste voor mij is en de beste ontwikkeling voor mij is. En hoe vind je het team, hoe vind je de selectie? Ik vind het mooi. Een goede mix met jonge jongens en oude spelers. En die eerste en tweede week voelde ik me gewoon thuis hier. Ik had het idee dat je met het begin wel een beetje de kat uit de boom aan het kijken was. Gewoon even rustig van een afstandje kijken hoe iedereen er was. Ja, dat wel. Ik ben een heel rustige jongen. Ik moet gewoon elke speler proberen om te leren. Ik denk dat het snel gaat worden. Met wie uit het team ga je veel om? Manfred bijvoorbeeld. Christo Solis ook. Maar ik praat gewoon bijna elke dag met iedereen op de veld en zo. Dan ben je van Jong PSV naar het eerste selectie gekomen van SC Twente. Is dat nog moeilijk voor je geweest? Dat je nu echt bij de senioren zit? Nee, ik vind het gewoon leuk dat ik eindelijk met de eerste team speel. In de topdivisie van Nederland, in de Eredivisie. Dus dat vind ik alleen maar mooi. En nu? Wat zijn je verdere plannen? Ja, gewoon blijven werken, blijven goed trainen. Als ik de wedstrijd speel, is dat ook mooi. En als ik op de bank zit, dan ga ik gewoon blijven werken om in de basis te staan. Heb je nog eventuele dromen? Ja, natuurlijk. Mijn favoriete liga is Spanje. Dus hopelijk dat ik één keer in Spanje kan spelen. Succes. Dank je wel.